Dag dames en heren. Bent u er weer? Heeft u er weer zin in? Nou, ik ook. Kijk. Hier een klein stukje over waar me nou eigenlijk niet zo helemaal zint. En dat Wordshoot. Dit is wat er ligt. Boeker en Byte. En ik ben weliswaar niet aan de beurt, maar stel dat ik het wel zou hebben en ik zou deze letters daarvoor moeten gebruiken. Dan ligt het voor de hand dat ik graag hymne zou willen leggen. Dat is een mooi woord en ik krijg er ook nog eens 27 punten voor. Op zich tevreden mee. Maar, mijn tegenstander kennende, als ze een S heeft, dan ligt daar zo 3 keer woordwaarde voor haar vrij. Dat is dus een risico. En daarom doe ik dat niet. In plaats daarvan zou ik bijvoorbeeld dit leggen. Helm, maar ook woekeren. De aanvoegende wijs. Een woord dat nooit iemand gebruikt. Een woord dat eigenlijk afgekeurd zou moeten worden. Maar in dit vreselijke wordfeud wat geregeerd wordt door de Ayatollahs van Taaltik. Nou, het woord zegt het misschien al wel. Is dit toegestaan? En dat zit me niet. En het zegt misschien iets over wordfeud. En misschien nog wel veel meer over mij. Want eigenlijk zou je beloond moeten worden. Als je iets moois doet. Zoals hymne. En niet als je iets lelijks doet. Zoals woekeren. En daarmee is het ook een metafoor voor het leven. Want ook in het leven worden de mensen die lelijke dingen maken altijd ruimer beloond dan de mensen die mooie dingen maken. Hebben we er nog zin in, dames en heren? Ik niet.